In de Heeswijk is van alles te doen. En ook nu, weer met het prachtige weer, wordt er iets georganiseerd. En bij mij twee mensen van de wijkvereniging. Stel je even voor, alsjeblieft. Hoi, ik ben Franke Wever, ik ben voorzitter. Ik ben Mark Jansen, secretaris van de buurtvereniging voor Fun de Heeswijkse Kampen. Hoeveel leden hebben jullie inmiddels? Ja, we hebben 150 leden. Er zijn ongeveer 50, 60 huishoudens hier in de Heeswijk. Ja, dat is fantastisch. Zo'n grote groei in 4 maanden tijd. Ja, beter had je niet kunnen wensen eigenlijk. Ja, mooi hè. En mensen kunnen zich nog steeds aanmelden voor de buurtvereniging? Ja, natuurlijk. We gaan nog steeds dingen organiseren en daar halen ze wel een voordeel aan uit. Ja. Nou, Mark, je hebt een prachtige flyer bij je. Een aantal van deze dingen zijn al gebeurd. Maar er staat nog heel veel op het programma, zie ik. En op zo'n zonnige dag als deze, dan verheugen we ons al op de waterpret. Ja. Vertel. Nou, we hebben een waterpret, dus eigenlijk moeten we spektakel zeggen. Hè? Want we hebben een supergroot springkussen, de grootste van Europa. Zijn halve slide, die zetten we hier neer. 300 vierkante meter groot. Voor alle kinderen boven de 8 jaar. Kosteloos, mag iedereen gewoon af. Opa, oma, grootouders, wie dan ook. Het wordt één groot feest. We hebben hier allemaal zwembadjes worden neergezet. Waterpistool. Eigenlijk, ja, je moet het gewoon meemaken. En dit is echt voor iedereen, want Mark zegt opa's en oma's. Gaan die ook het badje in? Ja, tuurlijk. Als mooi weer is wel. Ja. Ja. En moet je lid zijn van de vereniging om hier aan mee te mogen doen? Of is het voor iedereen die maar wil? Nee, dit hebben we allemaal uit de gemeentelijke subsidies verkregen. Dus dit is eigenlijk gewoon een vrij toegankelijk evenement. Wel hebben we zeg maar, de horecatent weer open met broodje hamburger van Kitty van Voorle. Met de hele horeca, dus bier, fris, wijn en het rad van Fortuin. Ik zou bijna zeggen, het rad van Franka. Wat is het? Nou, meestal doet Quinty het, dat is mijn dochter. Die vindt het heel leuk om te doen. Kinderen mogen gewoon 3 keer draaien voor een euro, is het meestal. En dan kunnen ze, als ze nummer 1 draaien, dan hebben ze de hoofdprijs. Dan krijgen ze meer lekkernijen. En anders krijgen ze gewoon via het nummertje krijgen ze of een snoepje of een grabbelton speeltje. Ja, ja. Nou, het klinkt alweer heerlijk. Verwachten jullie veel mensen, kinderen? Ja, we hopen echt wel dat we 250, 500 kindjes gaan krijgen. En met daarbij de ouders, dus 150 en 300 kinderouders. Met daarbij dus ja, dat iedereen van dat waterspectakel afgaat. Daar doen we het allemaal voor. Ik hoop dat het mega mooi weer wordt natuurlijk. Voor de privacy onder ons, hè, want het is allemaal best beladen altijd. We zetten het hele terrein af met allemaal dranghekken. Daar komen allemaal netjes allemaal banners op te hangen. Dus, en met mensen die moeten zeg maar, binnenkomen bij een ingang. Dus je kunt gecontroleerd naar binnen. Ja. Dat is wel belangrijk om te benoemen. Hè? Want we hebben toch wel ook kleine kinderen die zullen ook in een zwembadje zijn en zo. Dus daar moeten we wel waakzaam op zijn. Ja. Ja, waakzaam op zijn dat er niet zomaar vreemde mensen foto's of video's gaan maken natuurlijk. Ja. Dus breng je eigen handdoek mee en een goed humeur en zon. We hebben ook nog medewerking van Sportstuif, die komt ons helpen. Die gaan ook leuke activiteiten doen voor de kinderen. En de brandweer komt ook, dus dat is ook een heel mooi spektakel. Ja. Heerlijk. Meer informatie is te vinden waar? www.voorfundeheeswijksekampen.nl Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank je wel.